Goedemiddag. Ik heb inderdaad wat te vertellen. Dit is niet mijn presentatie. Misschien dat er even de goede ingezet kan worden. Er is een wisseling geweest in het programma. Er zijn wat presentaties verplaatst vandaar. Dit is inderdaad waar ik mee wil beginnen. Ik wil jullie heel graag iets laten zien. Dit figuur wat achter mij gebeamd staat, dat geeft een netwerk weer. Een netwerk wat lijkt op een spinnenweb. Of misschien wel een tekening van een kleuter die verbindt de puntjes nogal letterlijk heeft genomen. Maar wat hier eigenlijk te zien is, is een netwerk van zorginstellingen, van afdelingen in Groningen. Als u goed kijkt, ziet u een wirwar van lijnen. En al die lijnen, iedere lijn op zichzelf, die geeft een verbinding weer tussen de ene afdeling en de andere afdeling. Wat je hier dus ziet, is alle patiëntverplaatsingen van de een naar de ander. Er wordt hier, dit plaatje komt van het UMCG, ik heb het met toestemming geleend van professor Niestes. Hier in Groningen wordt zoveel met patiënten heen en weer bewogen, dat er zo'n netwerk ontstaat. Mooi om te zien hoe goed er samengewerkt wordt en hoe van ieders kwaliteit in iedere afdeling gebruik wordt gemaakt. Dan kan je denken, Groningen dat is ver weg, bij ons ziet het er misschien wel heel anders uit, maar in Groningen creëren ze ook geen werkgelegenheid door maar veel met patiënten te sjouwen. Wat ze daar doen is ook gericht op goed op elkaar inspelen, goed samenwerken en niet onnodig rijden en sjouwen met mensen. Bij ons zou eenzelfde soort netwerk ontstaan als wij onze patiëntverplaatsingen ook zouden monitoren. Als we dat eens bedenken en ik kijk nog eens naar dit plaatje, wat ik dan zie is bij iedere lijn, iedere verbinding, iedere lijn is voor mij een zebrapad. Ik zie een pad van de ene afdeling naar de andere afdeling, van de ene instelling naar de andere instelling, misschien wel van een huisarts naar het ziekenhuis, van een psychiatrische instelling naar het atrium of weet ik waar, ergens in onze keten. Een zebrapad voor een veilige oversteek. We maken een overdracht, we geven hele belangrijke informatie door om die patiënt goed over te dragen, omdat we het beste voor hebben met iedereen. Maar als we dat zo vaak doen, zoals hier in een netwerk wordt weergegeven, dan introduceren we ook een ander risico. Wat als met iedere oversteek, en zoveel zijn er als we het gaan monitoren, er misschien een risico is dat er een ongewenst micro-organisme meegaat. En als dat ongewenste micro-organisme nou een zebra zou zijn op een zebrapad, zou u hem dan zien? Nou, ik niet, want die zwart-witte strepen die vallen mooi weg tegen het zebrapad. Dus op onze veilige oversteek van A naar B, van de ene instelling, van de ene afdeling naar de andere afdeling, valt die zebra weg. Dat micro-organisme, dat zien wij niet, maar het kan wel mee verplaatst worden. Zijn wij daarop berekend? En waarom is dit eigenlijk belangrijk? Waarom wil ik jullie dit plaatje laten zien? Nou, Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, die zei het volgende. Antibiotica-resistentie, die micro-organismen die niet meer goed te behandelen zijn met onze antibiotica, die vormen een directe wereldwijde bedreiging voor onze volksgezondheid. Daarom heeft onze minister, minister Schippers, gisteren nog in Genève, daar was een vergadering van de WHO, die heeft daar nog aangekondigd dat we eind juni een grote conferentie in Den Haag krijgen over antibiotica-resistentie, omdat het de aandacht verdient. Omdat wij met z'n allen over de hele wereld samen moeten werken om die verspreiding van die resistente micro-organismen zoveel mogelijk willen beperken. En dan denk ik meteen aan dit plaatje, wij werken zo goed samen met z'n allen, dat we daarmee ook een risico introduceren. Die verspreiding van die micro-organismen. Als die micro-organismen die niet meer goed behandelbaar zijn, zich gemakkelijk verspreiden in een netwerk, dan wordt dat gevaarlijk voor ons allemaal, voor ons personeel, voor onze patiënten. Dus wij gaan hier iets mee doen. Wij zijn hier op alert. En dan? Hoe gaan we dat doen? Wij gaan alert zijn omdat we met het verplaatsen van iedere patiënt misschien niet alleen een patiënt verplaatsen, maar ook een heleboel bacteriën. Als ik hier sta, in mijn hoedanigheid, dan ben ik, of dan heb ik,
bij mij 10 keer meer bacteriecellen dan mensencellen. Denk je, goh, wat staan die bacteriecellen daar vrolijk een verhaal te houden? Ja, mijn mensencellen zijn wel aanzienlijk groter, maar ik heb heel veel bacteriën bij me. En ik ben nu redelijk gezond, denk ik. Voel me althans zo. Maar een patiënt, die kan een flink aantal meer ziekmakende bacteriën met zich meebrengen. En je ziet het niet, maar het kan wel zo zijn. Als we dat in ons achterhoofd houden bij iedere oversteek, bij iedere zebrapad, dan kunnen wij daar alert op zijn, dan kunnen we daar op inspelen. Iedere bacterie zou een zebra kunnen zijn op een zebrapad. Wat wil ik hiermee bereiken? Dat wij met z'n allen rekening houden met de onzichtbare zebra op een zebrapad. Als wij in de ketenzorg kunnen proberen de verspreiding van die resistente micro-organismen te voorkomen, althans in te dammen, klein beetje te beheersen, dan beschermen wij daarmee niet alleen onze eigen instelling, maar de hele keten, omdat die ketens verwikkeld zijn in een netwerk. Dus, als u vanavond of morgen of wanneer dan ook een zebrapad nadert, doe voorzichtig, wees alert. Je weet nooit wat er wil oversteken. Bedankt.